We gaan kijken naar een stukje zwart-wit film uit de film van 1963-64. En we gaan naar het pakhuis van de Boerenbond. We zien hier dat er met de hand gewerkt moet worden, wat tegenwoordig niet meer nodig is, want we hebben heftrucks en kranen. Twee mannen, hoevenaars en timmers zijn hier bezig. We gaan naar de winkel waar Wim Zwarts de zaakvoerder was. En we zien dat ook hier het een en ander veranderd is. Ricky Weeme schrijft hier een bon. Tegenwoordig doet men een tik op het scherm. Boekhouding gebeurt allemaal digitaal tegenwoordig. We zien hier Jules Prik. Die komt ook een zakje zandzaad kopen. We zien hier een oefening van de EHBO. De EHBO is opgericht rond 1950. Dat was onder leiding van kapelaan Bressers. En de grootste animator was in die tijd dokter Jette. Het eerste bestuur was onder andere Jules Prik, Wim Zwarts, Ad van Dalen en nog anderen. We zien ze hier bezig met een oefening en er wordt gekeken naar Willemke Kantes, Mies Somers, Theo Celte en de lachende Ricky Weeme. Ze hadden toen ook al zuurstof, zoals we zien dat het hier wordt toegediend. De EHBO is er nog steeds en nog steeds nodig. We zien ze dan ook nog altijd bij evenementen die in Boekel gehouden worden, zien we dat ze daar paraat staan voor eventuele ongelukken die er zouden kunnen gebeuren. We gaan naar de Julianenstraat, waar in de tijd firma De Bie een bloeiende zaak had. Jo met zijn bromfietsen, wat nu een luxe is. Harry met die bediende de pomp. En kijk eens naar de prijs van de extra super. 53 cent. Waren andere tijden. Dochter Mietje, die showt hier de haarden en kachels. Die eigenlijk ook al uit de tijd zijn. Want we hebben nu allemaal centrale verwarming, vloerverwarming en gaan we door. Alleen zien we nog een open haard. Moeder Sis komt haar koelkasten en diepvriezen tonen. Die zijn er nog wel, maar meestal ingebouwd in de keuken. En Jo, die sleutelt hier aan een bromfiets, wat nog wel zal gebeuren. We gaan een kijkje nemen in de Julianastraat en zien daar veel bekende mensen die er niet meer wonen, zoals hier de familie Van Hooy, maar ook anderen die uit het beeld zijn verdwenen. Let maar eens op, Jan van der Velde, die woonde daar. Deze wonen er nog wel, de familie Timmers, van de Zanden Timmers. Maar ze zijn allemaal wel 50 jaar ouder geworden. Familie van Bello Rijbroek, de familie Somers-Celte, Gerda van de Ven, Nel Dekkers, zeggen wij, Vogelsdekkers moet ik zeggen, met de dochter. Tony Timmers. En een Harry Meulemeesters, mevrouw Somers, Smit Somers. Ja, een Doris Tieleman die daar een café had, een paardenhandel. Mevrouw Jonkers. Dat woonde allemaal op de Julianastraat of waar we nu zitten op de Molenstraat. Mevrouw van Langveld, we kennen ze nog allemaal. Mevrouw van den Elzen met de thuishulp. Een fietsende vrouw van Langveld. Allemaal, bijna allemaal verleden tijd. We gaan zelfs tot aan de Volkelseweg bij een café van T. Verhoeven. En hier Harry van Dalen, de olieman, de bromolieman,
met kleindochter en dochter. Janeske Donkes wandelt hier nog over de Volkelse weg. Zijn schoondochter met kinderen en de familie Smits. 50 jaar geleden. We gaan naar de Rutger van Herpenstraat, waar rond 1950 Arnold van den Hoge en zijn Francine een winkel bouwden. Nu is het Rutger van Herpenstraat 2. Maar die winkel is er ook al niet meer. Er is nu een kantoor en appartementen. Een winkel waar van alles te koop was. Waar hulp geboden werd door Betteke, maar ook door Van Marij van den Berg, die we hier zo net zagen. Arnold. Zulke winkels komden in Boekel niet meer tegen. Waar van alles te koop was. Van rozenkrans tot een beeldje kantoorartikelen, zoals je hier ziet. Voor de film moest er natuurlijk een beroep gedaan worden op de sportclubs en die paraderen hier allemaal door de straat. De sportclub van de Jonge Boerinnenbond, de sportclub van de Jonge Boerenstand. Allemaal traden ze aan om deel te nemen aan de zwart-wit film die toen over Boekel gemaakt is. We zien hier de verkennerij, zoals ze dat toen noemen. De verkenners. En wat meer zij. Wat nu alles is ondergebracht onder Schouting Nederland. We krijgen hier nog een groep van allemaal jonge kinderen. De balletgroep van Truus Jansen. En het waren er heel wat, zoals je ziet. De brandweer wilde zich ook laten zien in die optocht met Jan van der Laar. We hebben kunnen zien dat het een en ander er nog wel is, maar toch veel veranderd is en verdwenen is. Maar het is dan ook ongeveer 50 jaar geleden.